Een hele, hele goede morgen nog op de valreep. Ja, want het is 11:52. Nog op de valreep. Ja, ja. Dus een hele goede morgen. En een hele goede middag. Ja. Bij deze gloednieuwe vlog van Corina en de Bezemboel. Het is vandaag alweer dinsdag, de 23e van de 7e 2024. En we leven om 11:52, zoals ik al zei. En ja, het is dus dinsdag en onze Erwin die komt straks om 1 uur weer. Dus ik kan nog mooi even lekker met de hondjes even een ronde doen. En dan ben ik er weer klaar voor. Ja, ik had trouwens ook wel mijn andere oorknopjes van bovenin meegenomen. Want ik wil toch ook dat vlindertje proberen. Ja, ik heb meerdere nou, hè. Ik heb een vlindertje en ik heb een hartje. En ik heb 3 steentjes zo op een rij, in de vorm van je oor. En een druppeltje heb ik. En dan mijn oude hartje. Maar er zit momenteel niet een bolletje meer aan, dus dan moet ik switchen. Ik moet zuinig wezen met die bolletjes, ja. Ik kan er ook niks aan doen, hoor. Ik vind dat wel leuk, ja. Ja toch? Ja dus. Dan moet ik die bovenste bolletje eraf draaien. Maar dan moet ik in alle rust doen zonder pad te kijken. En ja, dat komt ook allemaal wel goed. Ook komt vandaag mensenlui, weet ik veel werklui, weet ik veel, van de woningstichting. Die zeggen in de mail die ik gekregen heb, dat ze ongeveer plus minus 1,5 uur werk hebben. Wees eerlijk, aan die vloer van mij, 1,5 uur werk. Ja? 1,5 uur werk. Dan heb je geen 1,5 uur werk mee nodig, dan heb je minstens dagen voor nodig. Rijka, laat dat. Laat dat. Ik ben gewoon mensen voorbij. Mag dat niet? Je bent een mal kind hoor. Ja, ja, moppa. Je bent een mal kind. Laat de mensen toch lopen? Ja. Mal kind. Maar in ieder geval, 1,5 uur. Ik weet niet. Eerst kom kijken wat er aan de hand is. En dan pas beslissingen nemen. Ja. En niet 1,5 uur nodig. Voor beslissingen nemen heb je ook geen 1,5 uur nodig. Tenminste niet voor dit. Je ziet dat in 1 oogopslag. Oh nee, dan gaan we in 1,5 uur niet redden. Dat gaat dagen worden. Dus er moet wat anders bedacht worden. U moet eventjes eruit. De spullen moeten even opgeslagen worden. Ja, maar op de woningstichting een rekening. Niet op die van mij. Dan gaat het niet worden. Dus, het is de schuld van de woningstichting, want dat had toen gedaan moeten worden. Maar ja, in ieder geval, na al die jaren, ik ben benieuwd. Ze behoren het gewoon te doen, want ik betaal de huur en ik ben geen wantrouwer, of hoe noem je dat, wanbetaler of zoiets. Ik betaal altijd keurig, netjes, nooit geen achterstand gehad. En is die goed schrik, zeg maar kwaad schrik, want dan hou ik gewoon sowieso de verhoging van de huur in. En dat gaat naar een aparte rekening. En ja, hallo? Jullie bekijken het maar. Jullie zorgen maar dat er nieuw in komt. En jullie zorgen dat het spullen maar netjes opgeslagen wordt, zonder dat het stuk gaat. En jullie bekijken het maar. Ik wil een goede nieuwe vloer hebben. Ja, en ook met bedekking waar ik met de trippelstoel eroverheen ken. Kom op, zeg. Ja. Gaan er nou koppers, koppen, hoe zeg je dat? Sprekers met me. Nou ja, jullie begrijpen me, denk ik wel. Ja. Maar dat dus. En nou, wat gaan we doen? Elwin, gaan we lopen? Ja, hé. Ga lopen, een meisje. Ja, zeg maar ja. Dus ja, ik vind het ook even fijn. Even er lekker uit, frisse lucht. Het is niet koud, ja, daar staat 19 graden op de Google Hub. Zullen we hier kijken?
Want op de computer, ja, het staat ook 19 graden bewolkt. Op mijn telefoon staat ook 19 graden, maar boven zij is het ook nog wat anders gezegd. 19 graden en het voelt als 19 graden op mijn telefoon. En, hey Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 18 graden. Nou, weer 18, zegt ze. Lichte regen, ik zie regen niet. Maar ook, zei ze er net, ik ben misschien net 10 minuten, een kwartiertje beneden, hè. Zei ze 19 graden, maar door de luchtvochtigheid voelt het aan als 24 graden. Wat is het nou? Ik niet weten. Ik doe enkel mijn jas aan en meer er niet. Die is het lang, waait meer ik niet omhoog. Dus het komt helemaal goed. Oh, nou, Marianne die komt niet, want er is er tussen gekomen. Liever er is iets tussen gekomen. Vind je het goed morgenmiddag? Mag ook. Ja, toch? Mag ook, schat. Ja. Ja, dan zien we het wel. Hoe we de dag doorkomen. Want ja, normaal ga ik de Juttersmarkt op, et cetera, et cetera. En nou moet ik wachten ook nog eens een keer op die luik, omdat ze vroeg zijn. Kijk, alsnog. Ja, dat dus. Tenminste, alsnog. Ja, het wordt dan wel krap, maar ja, dan kan ik toch alsnog eventjes de hort op. Ja, toch? Ja, zo. Ik zeg. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van je dag. En geniet een klein beetje met mij mee. Met hoe ik mijn dag ook in kan gaan vullen, ik weet het niet meer. Dan komt dus niet, die zou eerst wel komen vanwege de kaarten. Nou, dat gaat nou niet door. Dus ja, hoe is het en wat is ik het niet te weten, hoor. Nee. Maar oké, we zien het wel wat de dag dan gaat brengen. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Zo lieve vrienden, ja, daar ben ik weer. Ja, Erwin die is al geweest, die is alweer de hort op. Ook is de woningstichting geweest en die kunnen momenteel helemaal niks om me betekenen. Nee. Want de vloer moet leeg. Ja, hallo. Doe er wat aan. Wie zijn schuld is het? Niet die van mij, maar van jullie. Want jullie hadden dat al moeten egaliseren voordat we hier kwamen te wonen. Nee. Dus daar moet ik zelf voor zorgen dat mijn vloer leeg komt. Dus alles moet hier weg van de grond. Wat aan de muren hangt, dat is oké, maar wat op de grond staat, moet weg. Hoe moet ik dat doen in mijn eentje? Hoe moet ik dat doen in mijn eentje? Ja, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, die zijn geweest. Dat was dus verder mijn zorg. Ik moet dat bekokst over met mijn begeleiding. Ik weet het anders ook niet. Maar ook heb ik er net al een pakketje gekregen vanwege mijn vriezer. Een nieuwe voorfront. Dus dat gaan we straks ook doen. Maar omdat het nog lekker bij tijd is, gaan we de markt op. Ja, echt wel. Zo, dus dat komt allemaal goed. Ik zal even die kussen ervoor zetten. Hoppa, dan kan er niks mee gebeuren. Dus we gaan lekker even de hort op en we gaan lekker even genieten. Ja, dat gaan we doen. Ik doe wel mijn vest aan vanwege dat ik stil zit op de booster. Maar we gaan gewoon genieten. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet een beetje mee. Jee! Doei. Nou is een keer ook een klein beetje die rommelmarkt langs, waar ik langs kan. Zo, moet je. Dat stikt hier van de kraaien. Niemand heeft er nog een. Thank you.
Kijk, en toch vind ik deze plantenbak wel mooi hoor, met al die gekleurde bloemetjes erin. Ja. En er is hier nooit zoveel soeps. Het is echt, nou ja, laat me zeggen, troep. Daarom, ik rij de laatste het jaren er niet zo graag langs. En je moet ook maar net wat op zoek zijn naar oude troep. Ja. Ja, ik hoor weer sirenes in de verte. Ja hoor, je geniet niet meer zo goed. Lekker. De Hema. Ja, er is nog een eentje hoor. Ik ga er wel even om. Lijkt me wel zo makkelijk. Hoi! Goedemiddag, Amazing Woman. Je vraagt aandacht, dus krijg je aandacht. Mooi hondje. En dat blijf ik ook mooi vinden. Allemaal van een hout. Zou ik er door mogen? Dank u. Hey. Hoi. Maar er was veel ook. Ah, dat is nou hier. Het is drukker.
Er staat ook meer. Ja, het is een mooie. Nou, ik denk dat het een fijne Ik hoor geluid. Ik hoor geluid. Bij Vroom en de Reetman vandaan komen. Ofwel het oude pand van Vroom. Kijk, 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 kijk. Daar zit er eentje achter. Vriend of jullie het zien. En ik zag er nog eentje lopen. Dus het is wel weer bedrijvigheid daar. Dank u. Nou ja, nee, ik had eerst aan het. Ik ben aan het filmen, want ik ben een vlogster. Oh, leuk. Ik zit op YouTube. Oh, enig. Ja, je kan me volgen. Ja. Ze komt eraan hoor. Ze komt eraan. Ja, want ze vindt het enig wat ik doe. Oh. Ik ben een vlogster, ik zit op YouTube. Oh ja. Ik ben te volgen op YouTube. Oh, wat apart. Kom maar hoor. Het is film, hè? Niet mij, hoor. Je staat er al op. Kan er ja, ik ben buiten. Buiten mag ik alles filmen wat ik filmen wil. Ach, zij heeft daar een gevoelens. Wil je mijn naam weten? Verlezen. Wil je mijn naam weten van YouTube? Ja, ja. Corina met IE. Dus G-O-R-I-E-N-A. En de Beestenbol. Beestenbol. En ik ben gelijk de eerste die je tegenkomt op YouTube. Met de B. Ah. Omdat het met IE is. Corina is met IE. Ja. C-O-R-I-E-N-A. Ja, dat is ook leuk. Ja, leuk. U komt ook uit Den Helder. Ik woon hier, ja. Wij kwamen hier ook vandaan. Ik wil hier ook niet meer weg. Nee, lekker nee. Hè? Mijn geboortestadje dus. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ik ga lekker naar de dijk. Ik ga zelfs lopend naar de dijk, want ik woon er heel dichtbij. Oh, heerlijk. En dan met mijn meisjes, oftewel mijn meisjes, dat zijn twee honden. Ja, één grote, dat is een husky border collie. Oh. Kun je ook op de vlog zien. En een kleintje, dat is een terrier. Nou. Oh ja, zo'n klein pittig dingetje. Ja, dat is zeker een dondersteentje, met een eigen willetje. En die heb je wel onder controle? Ja hoor, aardig. Oh. Ja.
Allebei in de groep, gewoon met beide rollaten. Ja, ik heb zelf lekker een heupgordel om van het merk Neva. Dan maak ik weer reclame, maar ik word niet gesponsord. Het merk Neva, dat schrijf je Nico, Eduard, Eduard, Willem, ja. Anton. Ja. Dat kan enkel maar op internet, niet ja. bij een dierenspeciaalzaak, want die hebben het niet. Dan heet zo'n gordel om en daar koppel je je honden ja, aan vast. Ja, ja, ja. Oh, en ze trekken ja. niet echt. Nee, niet echt, nee. Oh, prima hoor. Nee, het is makkelijk te doen. Ja, ja leuk hoor. Goed hoor. Ja, leuk. Dus je maakt er wel wat van. Ik wel. Ja, dat zie ja, ik. Ja, echt wel. Je versiert het leven. Ja, want een ander doet het niet, hè? Nee, hè? Je moet het zelf doen. Zelf een slikkers oppakken. Echt wel. Nou, ik wens jullie een hele fijne middag verder met de OV-fiets. En een mooie film. Nou ja, je kan me volgen nou. Je weet mijn naam. Kun je het onthouden? Corina Beestenboel. Ja, en Corina schrijf je met? Nee. Goed zo. Ik zal nooit meer vergeten. Fijne dag, hè? Hetzelfde. Ja. Doeg. Dat is wel dat ik niet meer. Maar... Dat is wel een dag. Dat is een camera. Het is hier een beetje drukjes, zei ik al, hè? Nou, drukker dan dat ik gewend ben. Normaal is hier niet zo druk. Nee. Maar het is ook geen weer om naar het strand toe te gaan, daar is te koud voor. Ja. Nou, op is op. De voordeeltje op. Daar kom ik ook graag, maar het is te druk. Dat zie ik zo al. Nou, weer een tent met kleding. En knuffeltjes. En bandjes. Ja, en dan gaan we eerst de straat weer op. En die kant maar weer even op. Jo. Hoi hoi. Dromenvangers. Hoppa. Ik moet mijn haar even goed doen, want ik heb jeuk. Zo. Kan ik daardoor? Ja, hun kennen daardoor, dan moet ik er ook door kunnen. Waarom zitten ze daar nou zo achterlijk neer? Dat ben ik ook weer niet gewend. Goed dan. Er is er eentje niet mee eens. Hallo! Hoi! Je komt op YouTube, hè? YouTube. Oh, YouTube. Wat is uw naam? Corina met IE. Corina met IE. Moeten we even een dansje doen? Zal ik even abonneren? Ja, en de Beestenboel. De wat? Corina met IE. Kom jij er ook aan? En de Beestenboel. Oh, dat ken hij er ook al op, de Beestenboel. Corina met IE. Met IE. Je zit op TikTok. Ik ben de bovenste. En de Beestenboel. Ja. Fans only, hè? YouTube. Zo, ik heb u. Mooi, ja, ik zit ook op TikTok, maar dat is gewoon over de waarheid. Wanneer komt wat dit? Er gebeurt. Wanneer komt dit? 14 dagen, geloof ik. 14 dagen pas? Ja, ik plan in. Ah, ja. Okay. Ik plan in. Oké, nou dan gaan we je zien. Hoi mama, groetjes. Love you. Moet je het wel tegen je moeder vertellen, ja, hè? Ja, dat komt goed hoor. Dat reclame maken, liken en af en toe een leuke reactie eronder. Ja. Helemaal top. Blauw duimpje omhoog en subscribe. Ja, helemaal top. Fijne dag mevrouw. Dankjewel. Doei. Jullie ook veel plezier. Dankjewel. Ik zie niet. Dank u. Oh.
Dat stond er bijna op. Ik had geloof ik ook knap in een deuk gelegen. Ik weet niet of het erop staat, misschien ook wel. Ah, mijn buurtjes. Hi, schat. Hele leuke kaarten. Als je in Nederland woont, spreek dan Nederlands. Ik had niet genoeg blijven zeggen. Hoi. Ja, ja. Heerlijk eventjes. Dennis Vrijhof, Zaanstraat. Hou je even kijk of het rustig is, ja of nee. Als het druk heeft, dan doen we het niet. En ik zie niks. Ja, ik zie een hond, dus het gebeurt het hem niet. La Scala Donna. En dat winkeltje is van mijn vriendin Tiki. Ja, en die verkoopt zoveel moois. Mooie jurken, mooie sieraden. Ja, echt. Ook broeken in allerlei soorten en maten. Ja, dus echt helemaal geweldig. En ik vind die witte jurk ook zo mooi. Maar het schijnt door. Ja, je moet wel zorgen dat er iets onder zit, zodat het niet allemaal zichtbaar is. Het zij een legging, het zij een onderrok die je weer ergens anders kan kopen. Desnoods bij Livera of weet ik veel wat. Ja, allemaal leuk, 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 leuk. Ja, die rok vind ik ook leuk. Hallo, amazing. En ik zie een mooi hondje. Ook ja. Die waren allemaal sterren worden. Louis. Louis? Louis. 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 Salma, ja. Je wordt een ster op YouTube. Ja. On YouTube? Op YouTube. On YouTube, dat vind ik goed. Louis, on YouTube. Ja. Ja. Mijn, mijn. Ik moet naar achteren. Ja, nou, kom pas dan. Nee, kom maar. Was wel vuurlijk hier. Tjew. Graag gedaan. Op de lucht. Ja, er is nog meer mensen binnen, dus dat doen we maar niet. Nee, dat doen we niet. Nee. Nou, hier ook. Mooie shirt, mooie jurk. Echt heel mooi spul. En hier ook. Ja. Nou, toppie toch? Nou, heb ik toch reclame gemaakt voor Tiki. Ondanks dat ze er niet in is geweest. Ah, daar heet je Tiki!
ze ziet er weer mooi uit. Ja. Een hele mooie winkel. Ja. Ja. En ook in de etalage, het is een leuk spul hangen. Van voren korte jurken en dan van achter loopt het lang uit naar beneden. Echt geweldig. Ja, ik vind het geweldig. Nou, ik kijk straks nog een keer bij de. Misschien dat het dan wat minder leeg is. Hoppa, gaan we die kant weer op. Nou, en dan hebben we hier alweer Scapino. Daar mag ik ook filmen. Met toestemming gehad, dus ja. Enkeltje moet om de klanten binnen denken. Buiten hindert het niet. Buiten mag je alles filmen wat je filmen mag, wil, doet. Ja, dat dus. Ja, die komt er ook bij. Ja, dat dus. Ja, echt wel. Nou, ik geloof dat ik toch nog maar weer lekker eventjes een terrasje pak als er ruimte is. Als er ruimte is, als er ruimte is. Ja, er moet wel ruimte wezen. Echt wel. Even omhoog. Ja, nee, er zit een ander aan mijn tafeltje. Hé, chips. Mijn tafeltje is bezet. Ja, nou, ik kan er niks aan doen. Rijden we nog een rondje. Rondje. Mijn familie zat er ook, zag ik. Maar mijn tafeltje was ook bezet. En dat moet ik nou net niet hebben. Nee. Dus. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik sluit jullie even gewoon weer af. En ik doe nog een rondje. Ik kan mijn beide handen gebruiken aan mijn stuur. Want ik krijg nou een maar weer last van mijn rechtarm en dat moet niet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet met ons mee. Wat heb jij weer mooie rode roosjes. Bordeaux rood nog wel. Een soort paars, man. Zo doen we, ja. Echt mooi. Ja, ik hou ervan. Ja, ik vind het zeker. Ja. En ze staan ook blauw. Ja, echt wel. Ja. Hé, hey, schatje. Hallo. Hoe gaat ie? Gewoon lekker. Zijn gangetje. Zijn gangetje, lekker in mijn tuintje geknipt. En en toen kwam jij en dan doen we even makkie koffie. Ja, en ben geen onverwacht, hè? Ja. Maar ja, dan kom ik elke dinsdag. Ja, want je zou eigenlijk niet komen. Nee, ik zou niet komen, nee. Omdat ik mijn eens over de vloer kreeg, maar die waren allemaal lekker betijd. Ja, mooi toch? Ja, want het laadje van mijn vriezer, wat ik jou al verteld had, het bovenste laadje, die handgreep, die voorfront was kadoek. Daar had ik samen met behulp van Karin even een nieuwe voor besteld. Want die kun je los nieuw bestellen. Die is vandaag al binnengekomen. Nou, super. Dus dat moet ik straks nog uitpakken en even schoonmaken en dan erin zien te zetten. Ja, is toch mooi. En dus dat komt helemaal goed, daar ben ik gewoon blij mee. Maar ik denk, ik ga mijn vaste regeltje die ik iedere dinsdag maak, als de Juttersmarkt is, ik ga toch proberen om bij je te komen voor een bakkie. En of je nou visite hebt of geen visite, lekker belangrijk. Mijn vaste ritueel. Is altijd goed. Ik moet even naar Marianne. Is goed. Dus. Ja, ik ga wel een andere keer wel eens mee even naar de Juttersmarkt. Ja. Ik ben al lang niet geweest. Nee. En dat ik ben niet zo snel dat ik daar naartoe ga. Nee, maar nou wel. Ik neem je mee. Is goed. Neem je op sleeptouw. Is goed. Kom op. Ja. Volgende week doen, hè? Ja, maar volgende week. Is goed. Okay. Hopen dat het mooi weer is. Tenminste, knap weer. Zoals vandaag teken ik ervoor. Ja, weet je, het is de augustus haast bijna, hè? Nou, nog niet helemaal. Maar vaak is de augustus wel ook wel mooi weer. Daarom. We zullen het beleven, lieve schat. Ja. Ja. Nou, we zitten nou lekker aan een bakkie. Ja. Koffie. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet me lekker verder mee. Doei! Zo, lieve vrienden, we zijn gelukkig weer thuis. Ja, ik ben dus ook, zoals jullie weten, even bij Marianne geweest.
Niet lang, want ik wou weer naar huis. Ik was ook moe, ben nog moe. Ik ben moe omdat ik boos ben. Maar ja, dat wil je niet op een ander schuiven. Maar in ieder geval, ik heb hier een pakketje. En die gaan we even openen. Ik heb hem al een klein stukje open. Doe ik gewoon met mijn vingers. Heb ik geen schaar voor nodig? Nee. Waarom men een schaar moet pakken? Vind ik dus niet nodig. Want ik heb het open. Ja? Voilà. Zit er nog een doosje in? Ja, dat doosje. Een smal doosje. Moet je wel eruit willen. En zo dan. Zo dun. Ja, nou. Zit ook dicht geplakt. Krijg ik gewoon met mijn duim open hoor. Dus waarom iedereen maar een schaar of een mesje pakt? Niet nodig. En wat zit erin? Een nieuw voorfrontje. Waar ik blij mee ben. Ja. Dus ja, ik moet straks eerst even afwassen. En dan moet ik mijn bovenste vriezer eruit halen. De spullen er even uithalen. En dan met een handdoek even op schoot. En dan moet ik deze, die oude eruit halen. En deze erin doen. Maar ja, dan moet ik maar eventjes, ja, ik zie het al. Ik zie nou al hoe en wat. Dus de oude, die moet eerst omhoog en dan naar voren. En deze moet erop en naar beneden. Is zo dus, ja, dat dus. Maar oké, komt straks wel. In ieder geval, de doos is alweer leeg. Voilà, en waarom iedereen maar een mesje of een schaar erbij moet halen om die plakband open te krijgen, dat doe je toch. Ten eerste, als het hier ook dicht zit, dan druk je het al in. En dan kan je dus zo met je duim of wijsvinger ertussen. Ja, en dan is het zo ook tussen. Ja, ik heb er nooit geen problemen mee. Dus, ja, ik ben bij Tiki geweest, zoals jullie weten. Ik stond al voor de deur, maar het was te druk in het gebouw, bij haar in de winkel. En ja, maar ik heb wel weer wat moois. Dat was de tweede keer. Toen heb ik niet gefilmd, want er kwamen nog twee oudere dames binnen. En ja, ze begonnen te praten over iemand die ik ook ken. En ik heb dus een heleboel gehoord. Maar ook waren ze beide niet wakker. Ik denk, nou, dan hak mijn mond verder maar, weet je, ja. Dan kan je wel praten als brugman. Maar kijk, een nieuwe lange jurk. En het is een basic jurk. Niet een basic jurk, maar een basic jurk. Dat houdt in dat het allemaal kleurtjes en dingetjes heeft. Allerlei kleurtjes, ook van achteren. Verschillende kleuren, blauw, zwart, groen. Hier zit er ook nog weer wat anders bij. Met lila, paars, roze, weet ik veel wat het is. Het zijn allemaal lapjes stof wat in elkaar genaaid is. Dat is één lapje. Ja, en dan heb je weer een lapje. En dat wordt allemaal in elkaar genaaid. Dus ja, dat dus. En ik zal even kijken van onderen. Even omhoog. Kijken wat eronder zit. Of een ander rok. Hij is wel zwaar, laat ik het wel zo zeggen. Maar het is ook... Nee, er zit geen onderrok tussen, maar hij is wel zwaar. En hij is ook niet echt doorzichtig zoals die andere basisjurkjes.
Maar ik heb er toch een fietsbroekje eronder of wat dan ook. En ja, hij is mooi, vind ik zelf. Hop. En hij staat mij ook natuurlijk weer, zoals normaal. Ja. En als je nou gaat zeggen, showen, nou morgen hoor. Ja, ik ga nou niet meer showen. En deze is gelukkig dichtgenaaid. En dan bedoel ik dat zo. Vorig jaar die jurk die ik gekocht had, die moest ik zelf dichtnaaien. Want anders gaat het openstaan. En voor de sier hebben ze een paar almoer-achtige knoopjes erop gezet. Dus ja, helemaal leuk. Ja, dat dus. Nou, die gaat dus mee naar boven en ik kan morgen aan. Ja, kan deze weer luchten, want deze is nog steeds schoon. Ik heb er niet op gemorst met niks. Dus ja, ik ben er gewoon weer blij mee. Hoppa! En ja, ik ben dus, zoals ik al zei, back af. En ik moet nog eten en ik moet nog een vlog in elkaar zetten. De meisjes zijn trouwens al wel weer uit geweest. Ook dat heb ik al gedaan. Dus ja, ik ben gewoon wel flink bezig geweest. En ik ben toch ook dood en dood moe. Ja. En ik moet op mijn nagel denken. Die is gebroken. Van mijn middelvinger notabene. Die dus. Schijt aan de overheid aan die vinger. Maar ik mag er niet aankomen. Ik mag hem er ook niet afhalen. Maar ik moet nog wel eventjes anderhalve week te gaan. Voordat ik geholpen word eraan. Ja, ken je dat? Ja, dat is. Hoppa. Maar in ieder geval, ik ben ook even met mijn spelletje bezig. Eventjes. Time out. Want waar ben ik boos op? Nou ja, of die man die kan er niks aan doen. Maar de woningstichting. Ja. Maar we zullen zien wat we daar mee gaan doen. Ik moet dat kan ik zelf niet regelen. Dan moet ik hulp bij hebben. Want dan moet de 60% komen. Die moet hier gaan slepen. Nou, mijn spullen, hè. Ik hou mijn hoofd vast. Oh, pas op. Oh, denk erom. Ja, en dan ben ik ook een tijdje niet te vinden op internet. Niks, want dat staat opgeslagen. En ik weet niet hoe en wat en waar. Ik weet het allemaal niet. Hou mijn hart vast hoe ik dit moet hebben met mijn vloer. Ja, en hulp moet je hebben, hè. Vrienden genoeg, maar allemaal ook in mijn leeftijd. Niemand die kan helpen dan. Allemaal met dat dit pijn doet en dat pijn doet en zus pijn doet. Maar iemand die veel jonger is en die zegt van, nou, we komen wel helpen. Is er niet bij, ja? Nee. Maar ja, ik weet het nog niet of ik dit allemaal aanpakken moet, of ik dit hebben moet, et cetera. Ook geld speelt een rol. Want ja, zou ik een container aan laten schaffen die hier in de tuin neerzetten? Zo'n zeecontainertje. Om me daarin te laten zetten. Kost ook geld. Dan moet ik dat geld allemaal vandaan toveren. Ik heb nog niet een geldboompje in de tuin staan of hier in de gemeentetuin. Er komen ook geen takken uit mijn oren waar geld aan groeit. Dus ik weet het niet. Dat, ja. Vroeger werd je nog geholpen als Nederlander zijnde. Maar nu gaat al die buitenlanders voor, hè. Ik ben zo pissoft. Die buitenlanders wel. Maar iemand die trouw de huur betaalt, et cetera, die kan aan het gas. Ja, maar zo is het niet. Maar ja, er komt tijd, er komt raad, komt tijd toe, komt tijd, komt raad, weet ik veel. Ik ga er verder, ga ik me er niet meer druk om maken. Ik kan er momenteel wel om huilen. Waarom? Hè? Waarom word ik niet geholpen? Ja, ik moet alles zelf dan doen. Ja, de vloer leeghalen, wat aan de muur hangt, dat kan blijven hangen, maar de vloer moet leeg. En ook dat PVC gebeuren moet eraf. Hoe dan? Ik zeg, ik ben 67, je ziet wel dat ik niks kan. Ik zeg, ik weet niet hoor.
Nou ja, hij zou het in ieder geval voor gaan leggen op kantoor. Zou hij het uitleggen en had foto's gemaakt, et cetera. Dus ja, we wachten het af en ik hoop dat ze me terugbellen. En ja, dit gaat in de vergadering met Erwin en we zullen het wel beleven. Ja, dus dat dus. Maar in ieder geval, ik ga nou even verder met mijn spel. Ik moet nog eten en ik weet, ja, ik heb nog vies liggen, maar bah, dat dus. En ik doe de televisie aan. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En we spreken elkaar later weer. Tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden. Ja, er is weer een tijd aangebroken om naar boven toe te gaan lopen. Ja, hoe vinden jullie dat? Dat wij gaan zo meteen naar bedje toe. En lekker slapen, want het is alweer een nieuwe dag. Het is 1:48. Het is 17 graden. En voordat ik in mijn bedje kan gaan slapen, is het alweer een beetje later. Hé? Hé, Rijka, of niet dan? Jij, kind. Wat is er? Nou, kom dan. Kom dan even. Kom dan. Kom dan. Nee? Kom je niet? Ik heb de tuin er trouwens nog even open, want het is in huis warm. Hé? Tante Pollewop. Tante Pollewop. Ja, toch? Ja, kom dan. Kom dan. Nee? Niet komen? Rijka. 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 Kiekeboe. Hallo. En daar ligt Elwin. Lekker te slapen. Ga zo naar bedje toe, hè, meisje. Ja, en de tuin door de rampen. Die liep nog in en uit. Nou, dat mag. Hé? Ja hoor, dat mag. En dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. Ja, en jullie weten het. God die houdt over ons allen de wacht. Daarom zeg ik toch gewoon. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.